Tommaso Sundert. Welkom bij Maak het in Brabant. Iedere eerste zondag van september is het Bloemencorso in Sundert. Dit jaar heet de optocht Corso Sundert en zal plaatsvinden op 4 september vanaf 1:30. Sonja neemt een kijkje bij de opbouw van de wagens en praat met Barry Joosen. Barry, 4 september, dan is het weer zover. Ja. Bloemencorso Sundert 2016. En we doen altijd samen even een vooruitblik met de noviteiten. En die zijn er dit jaar nogal wat. Hè? Vooral de route, dat is een hele grote verandering. Hè? Ja, dat is de grootste verrassing. Zeker als mensen het niet zouden horen, zou het een grote verrassing zijn. Dus we roepen het en schreeuwen het van de daken. De optocht gaat andersom rijden, dus ja. Dat wil zeggen dat de helft van het parcours de optocht eerder ziet dan normaal. En waarom is dat? Heeft te maken eigenlijk met de doorloop van de wagens door het dorp. De wagens worden steeds groter, bewegen heel veel, breed bovenin. En dat wil nog wel eens opstropen op bepaalde knelpunten. En ze hebben eigenlijk met een proefopstelling een paar testen gedaan, al een aantal jaar. En ze zijn nu tot de conclusie dat het andersom rijden makkelijker is om bochten te nemen en dat scheelt tijd. Oké, ja, want als het vaststaat, ja, dan valt er een gat in de optocht, dat schiet ook niet op, hè? Klopt, en we zijn live op tv, we willen een lekkere, snel doorstroom en iedereen wil ook op tijd de uitslag weten natuurlijk. Ja, uiteraard, want ja, u mag stoppen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, typisch Sunders is dat tijdens de optocht de prijsuitreiking bekendgemaakt wordt. En ja, daarvoor wacht iedereen in spanning af rondom de markt en dan willen we wel een beetje op tijd weten. De tribune met de jury zit nog wel op dezelfde plaats. De tribunes zijn hetzelfde. We hebben dit jaar vanwege de andere doorgang hebben we een extra tribune. Uniek, want daar zie je de wagens 3 keer passeren. En dat heeft te maken met het andersom rijden. En waar staat die tribune? Die staat op de hoek van de Molenstraat, Wildersdijk, Prinsenstraat. Dus okay. Midden in het hart van Sundert. Ja. Corso Sundert. Beleef een ontmoeting met de zon. Beleef 's werelds grootste corso. Corso Sundert. We zijn in Sundert en naast bestaat Paul Bastiaanse. Allereerst, het is natuurlijk een jubileumjaar. Ja, het is jubileumjaar. Het is 80 jaar Corso. En tegelijkertijd trekt het Corso voor de 75ste keer. Dat is vanwege de eigenaardigheid dat we in de Tweede Wereldoorlog lag het 5 jaar stil. Dus wij, onze jubilea vallen steeds gelijk eigenlijk. Ja. En omdat we vorig jubileum, 75 jaar bestaan, vrij uitgebreid gevierd hebben, houden we het nou een beetje low profile. Dus 80 jaar Corso wordt niet te veel aandacht aan besteed. Maar het is toch wel, het is 80 jaar en het is het 75ste Corso wat op 4 september door de Sundertse straten gaat trekken. Ja, ja. Hoeveel buurtschappen doen er dit jaar mee? Er doen er 20 mee. Dus al sinds enige jaren zitten we stabiel op 20 deelnemende buurtschappen. Vorig jaar deden er 19 wagens mee, omdat er één inzending door 2 buurtschappen gebouwd werd. Nu zijn er, zoals gebruikelijk, weer gewoon 20 inzendingen. En die worden 1 tot en met 20 door de jury straks in volgorde gezet. Ja. De eerste zondag van september. Voor jong en oud. Beleef de Sundertse jubel. En ben erbij als de winnaars mogen stoppen. De omroepers die altijd op de markt staan, die gaan ermee stoppen. Ja, ze doen het dit jaar voor het laatst. Dat zijn Ton Biemans en Koen Schijvens. Ze doen het al zo'n 15 jaar. Verzorgen zij het commentaar op de markt. Overigens hebben we heel veel omroepers. We hebben er een stuk of 20 die op allerlei locaties langs de route de omroep verzorgen. Maar op de markt is het natuurlijk speciaal omdat daar de hoofdtribune is. Daar zitten duizenden mensen en zij maken ook altijd de uitslag bekend. Wat natuurlijk heel erg belangrijk en heel erg spannend is. Zij doen het bijzonder goed. Ze hebben een bijzonder grote corso-kennis en weten op een hele boeiende manier dat altijd te doen. Ja. Dit jaar voor het laatst. De opvolging staat al gereed. Er zijn 2 dames die het over gaan nemen. Die lopen dit jaar het hele traject. Lopen ze mee, alle voorbereidingen om te kijken hoe het gaat. En vanaf volgend jaar mogen zij dat in gaan vullen. De corso bestaat uit veel vrijwilligers. Aan hoeveel moet je ongeveer denken die meewerken? Dat is moeilijk te zeggen. Als je kijkt naar de echte harde kern, dus de mensen die er eigenlijk heel het jaar door mee bezig zijn, dat zijn er toch al snel verschillende honderden. Hè. Bij elke buurtschap heb je een harde kern en dan heb je ook in de stichting Bloemencorso Sundert, de organiserende stichting, heb je een harde kern aan vrijwilligers. Maar daarbuiten is er natuurlijk een hoop mensen die bijvoorbeeld alleen in de zomermaanden of misschien wel alleen het laatste weekend. En dat loopt zeker op tot zo'n in het allerlaatste weekend, als de bloemen erop moeten, dan zijn het al zo'n 5000. En dan tijdens het corso lopen er ook altijd nog heel veel mensen om alles te regelen? Ja, dat zijn veel mensen van de stichting Bloemencorso Sundert, van de werkgroepen die dan in touw zijn om alles
alles in goede banen te leiden. En natuurlijk zijn dan in touw de buurtschappen, de duwers onder de wagen, ja, om de wagen rond te duwen. Ja, die zie je vaak niet, maar die zijn heel belangrijk natuurlijk. Ja, die zijn heel belangrijk. En eigenlijk is dat duwen is natuurlijk maar een klein stukje. Hè, van, het is 5 kilometer en het is zwaar, maar dat zijn de mensen, doorgaans de mensen die de wagens gebouwd hebben. Want duwen is een erebaan. Ja. En degene die eronder mogen, dat zijn dus degene ook die het meest in de tent zijn geweest en het hardst gewerkt hebben aan de wagens, die zitten er ook onder. En die brengen hun eigen bouwsel dus rond het parcours en langs de tribune waar ze de prijs af gaan halen. Corso Zundert. Beleef een ontmoeting met de zon. Beleef 's werelds grootste corso. Corso Zundert. Barry, we zijn nu aan de rand van Zundert in Wernhout. Bij het buurtschap Wernhout. Die hebben een hele speciale wagen, want die zijn ingespeeld op de Red Hat Day, die in Breda gehouden wordt in hetzelfde weekend. Klopt. Vorig jaar hebben we kennis mogen maken met de organisatie van Red Hat Day. De Roodharige Dag is ook internationaal een fenomeen. Daar hebben we vorig jaar met onze bekendste inwoner van Zundert, de roodharige Vincent van Gogh, een mooie combinatie mee kunnen maken. En dit jaar is toevalligerwijs een wagen over het retoucheren van modellen op foto's. Ontworpen door de ontwerpers van buurtschap Wernhout. Met een model met rood haar. Dus ja, dan is de link snel gelegd. We hebben het een van de ontwerpen van de Red Hat Day-wagen, zal ik hem noemen. Ja, klopt. Ja, we zijn met 3. Ja. Hoe ben je zo op het idee gekomen? Het idee komt, wat we nu echt aan het bouwen zijn, eigenlijk van Erwin. Van een van ons 3, zeg maar. We zijn 4 weken na Corso vorig jaar ongeveer begonnen, begin oktober. Met ideeën, ja, één voor één inbrengen van nou, ik denk hieraan. En na de 2e keer denk ik al dat we bij elkaar kwamen in oktober, toen kwam Erwin met dit idee al met een tekening en alles erbij. En we waren gelijk met alle 3 om van ja, dit gaan we in ieder geval indienen. Want we hebben 3 ontwerpen ingediend bij ons bestuur. En dit was er eentje van en dit was onze favoriet ook, die wij echt zelf wel heel graag wilden bouwen. Onze wagen gaat echt over photoshoppen eigenlijk, over het retoucheren van foto's. Dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van de wagen wat we willen gaan bouwen. 3 weken voor het bloemencorso, voor 4 september. Als ik dat zo zie, dan denk ik, dat gaan ze nooit halen, dat helemaal klaar is. Want ja, die wagen ziet er zo enorm mooi uit. Maar jij maakt je daar geen zorgen over? Nee. We hebben nog 3 weken en 3 weken is veel tijd. We werken nu alle dagen, dus ook op zaterdag en op zondag gaan alle dagen door. Er zijn best veel mensen die vakantie hebben nu nog en ook de komende weken. Er moet nog heel veel gebeuren, dat klopt. Maar we zijn nu ook met zoveel mensen dat het echt wel overzichtelijk is. Er zit een goed plan achter. Stap voor stap dingen afmaken en zo tot een goed eindresultaat komen. Barry, we zijn nu Laar Akkermolen. Wat voor wagen gaat dit worden? Een speels. Een groep vossen die over elkaar rollen en heel speels eigenlijk de straten door gaan rollen straks. En zoals je ziet staat het ijzerwerk er ver en er moeten nog heel veel papier-mâché'en. Dus het wordt nog eventjes doorwerken de laatste week. Ja. Wel mooi dat de tent zo helemaal open is, hè, om te zien. Ja, ideaal ook voor ontwerpers. Zeker als er papier-mâché op zit om de vorm goed te kunnen bekijken van afstand. Niet iedereen heeft de luxe dat het kan, dat ze de ruimte hebben aan de zijkant. Maar hier hebben ze wel een soort gordijnsysteem gemaakt dat het wel heel handig functioneert. Ja. Jullie zijn een stichting en waar komt al het geld vandaan om dit allemaal te kunnen doen? We zijn eigenlijk 21 stichtingen, de losse buurtschappen. Dus alle 20 buurtschappen zijn ieder apart een stichting. En die zijn vertegenwoordigd in de overkoepelende stichting Bloemencorso Zundert. Het zijn allemaal vrijwilligers. Het is een vrijwilligersorganisatie. Het kost wel een hoop geld natuurlijk, het corso organiseren. Belangrijkste financiële pijlers zijn aan de ene kant de entree. Mensen die in Zundert naar Corso komen kijken, die moeten een kaartje kopen. Dat is een belangrijke pijler. De tweede is sponsoring. De stichting heeft een actief sponsorbeleid en allerlei mogelijkheden voor sponsoren om reclame te maken of gasten te ontvangen of zo. Daar wordt actief aan gewerkt. En de derde belangrijke pijler is de bloemenverkoop. Want alle buurtschappen hebben een eigen bloemenveld. Wij staan hier in een bloemenveld. Hè, dat wordt zelf opgekweekt. En zo'n bloemenveld kun je vanaf eind juli tot en met begin oktober kun je daar 2 keer in de week kun je dat helemaal leeg plukken. Want zo, die dahlia-struik die blijft nieuwe dahlia's maken. En die dahlia's die kun je
verkopen aan andere corso's, aan allerlei Dahlia-evenementen. Er zijn steden die doen met bloementapijten doen ze dingen. En heel veel van die, en dat gaat door heel Europa, heel veel van die Dahlia's die komen uitzunderd. Dus wij plukken heel vaak bloemen voor andere corso's en voor andere Dahlia-evenementen. En die verkopen we. En alleen met ons eigen corso plukken we de bloemen voor onze wagen zelf en kopen we ook in van andere corso's. Maar dat zijn eigenlijk de drie belangrijke pijlers. En aan subsidie is er niet zoveel. We krijgen wel vanuit de gemeente Zundert flink ondersteuning als het om het logistieke gedeelte en het afzetten van de wegen en zo. Daar doet de gemeente veel aan. En de gemeente begeleidt bijvoorbeeld ook het hele traject rondom legalisering van bouwplaatsen en het inpassen in bestemmingsplannen en zo. Dat is een kostelijke zaak. En dat kan de Stichting Bloemencorso natuurlijk nooit zelf doen. Maar directe subsidie van gemeente of provincie is er niet veel. Okay. De belangrijkste pijlers zijn de drie die ik net genoemd heb. Ja. Dit was Maak het in Brabant. Heeft u het gemist of wilt u nog een keer terugkijken? Ga dan naar www.maakhetinbrabant.nl en volg ons op LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter en Google+. Corso Zundert. Beleef een ontmoeting met de zon. Beleef 's werelds grootste corso. Corso Zundert. Elke eerste zondag van september. Voor jong en oud. Beleef de Zundertse jubel en ben erbij als de winnaars mogen stoppen. 4 en 5 september. Corso Zundert. Tickets en info. Corso Zundert.